Welkom bij de kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zal vandaag starten met FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Laat ook een like achter. Het weer is prima hier. De grasmat ligt op de hoog. Jack Laken bij voor de wedstrijd. De aftrap vindt zo plaats. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. Bij deze wedstrijd hoort u het commentaar van Jeroen Guter en van mezelf, Siert de Vos. En voor de liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. En het sfeertje zit er al goed in hier. De tribunes zitten volgepakt. Ja, de supporters daar die hebben zin in een goede wedstrijd. En daar sluit ik me graag bij aan. Een leep balletje diep. Opgevangen en meteen weer weg. Redding, spel gaat verder. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. En weer balbezit na die sterke actie. Hij neemt het schot. Het schot wordt geblokt, toch? Ja, wordt geblokt. Ja, dat was heel dichtbij een vroege openingstreffer. Maar ja, die goalie staat er niet voor niets, hè. Mooie redding. Met geduld wordt er opgebouwd. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Een echt gevecht om de bal. Zeeën van ruimte voor zich. Schot om voor te komen. Hij houdt hem tegen. Wat een reactie van die doelman. Nou, als je van dichtbij nog zo kan reageren, dat is bijzonder imponerend. Bal wordt voor het doel gebracht. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Hoog en diep gegeven. Dit begint er aardig uit te zien. Een teamgenoot biedt ondersteuning. Al vroeg onderschept die bal. Zet verder door. Richting het midden voorgegeven. De eerste zit erin. Dat kon ook bijna niet anders, Jeroen. Ja, en helemaal terecht hoor. De tegenstander is onder de voet gelopen. Dit doelpunt kon niet uitblijven. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet hoor. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 10, Virgil Nisijan. Daar is hulp voor de aanvaller. En die aanval duurt niet lang. Bal onderschept. Ze mogen een ingooi nemen. In de loop gegeven. Een kans van heel dichtbij. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Niet meer aan de bal na die tackle. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. Ja, wie houdt hem tegen? Doorgebroken. Alle tijd van de wereld
hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Had deze gezeten, ja, dan hadden ze het kunnen schudden. Een sterke verdedigende actie, waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Er ligt een counter op de loer. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zal eigenlijk moeten applaudisseren. Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar het echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Het is bijzonder slordig. En nummer 11, Quincy Meene. Ze komen weer in balbezit. Dribbelt verder richting doel. De doelman keert die inzet. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Een kans op een counter. Ze kunnen het nog afmaken. Doelman ertussen, spel gaat verder. Hij zorgt er toch mooi voor dat die grote kans niet benut wordt. En dan heeft hij de bal ook nog in zijn handen. Nou, en zo makkelijk was dat natuurlijk niet, hè? Eerst die schitterende redding, daarna gaat het spel nog verder. Maar uiteindelijk heeft hij de bal dan toch te pakken. Zo, deze statistieken mogen er zijn, hoor. Ik ben onder de indruk. Ze vallen voortdurend aan en, oké, niet elke kans kan raak zijn. Maar ze hebben er ook al een paar ingeschoten. Een medespeler helpt hem. Wah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Hierbij gaan we de rust in. 2-0. We gaan gauw door naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Na die tackle is hij de bal kwijt. Wat een loopactie zeg, hij blijft aan de bal. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Goeie lop richting die aanvaller. Op tijd voor die bal. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie. Hè? Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. En nu een inworp. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Met een tackle pakt hij de bal af. Dit kan maar eens een kans opleveren.
Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was die bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Sparta wil nu wisselen. De wisselspeler komt het veld in. Nummer 11, Mario Engels. Daarvoor in de plaats komt nummer 13, Vito van Kooi. Twee die om de bal vechten. Ja, en meestal is er dan een hond en die gaat ermee vandoor. Het ziet er veelbelovend uit. Die aanval strandt. Mogelijkheden voor een counter. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommen lijkt het wel. Nou, dat scheelde niet veel. Een kundige, een levensgevaarlijke counter die bijna resulteert in het doelpunt. Ja, dit is zo moeilijk te verdedigen. Zeker als je veel spelers voor de bal hebt. Komt iemand helpen? Door de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Die bal kan nu worden voorgezet. Bal over de lijn en inworp. Niet meer in balbezit na die ingreep. Wat een snoek daar, zeg. Geweldige redding van deze keeper. Sparta wil nu wisselen. Van het veld, nummer 6, Adil Awassar. In plaats daarvan komt nummer 16. Al naar het midden. Ah, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. En eroverheen in de loop. Nog steeds in aanval. Kan het doelpunt worden. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Wat is hij levensgevaarlijk vandaag. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. We hebben nog 15 minuten te gaan. Doorgebroken met de bal. En een volley. Ja, redding, yes! Oh, dat doet hij fantastisch, zeg. Want van dichtbij wordt die bal op doel gewerkt, maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij het doelpunt. De bal wordt voor het doel gebracht. Kom, hier is de buurt. De bal. Je zei ze aan het zoeken op de parkeerplaats. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Er is een wissel in voorbereiding. Erik Abels. En de vervanger is
nummer 17, Laurent Jans. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Prachtig om te zien, hè? Zoals ze die bal rond weten te spelen. Ook deze paas komt aan. Ja, ik zit echt te genieten hier. Zou wel eens wat kunnen worden. Het loopt nu goed af. Duarte. Een medespeler helpt hem. Richting het midden voorgegeven. Die bal kwam iets te dicht bij de keeper. Die kan nu rustig onderscheppen. De vierde official geeft aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij komt. Die bal is hij kwijt. Daar heb je de fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis gewonnen. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Heb je nog geen like achtergelaten, laat een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken. En tot de volgende gameplay.